Mechanica, arbeid en energie. De afgelopen films hebben we een paar algemene dingen geleerd over arbeid en over energie. En vandaag ga ik een heel erg belangrijk voorbeeld geven over met name de toepassing van de wet van behoud van energie. Een voorbeeld dat zo vaak voorkomt dat ik het even helemaal apart wil uitwerken aan de hand van met ook concrete getallen erin. Het gaat om het volgende. Ik sta op een hoogte van 10 meter, ik heb een toren daar, en ik gooi een bal horizontaal weg met een snelheid van 10 meter per seconde. Ik gebruik makkelijke getallen, maakt natuurlijk het eigenlijk niet uit. Oké, dat is de situatie. De vraag die we dan hebben is, 1. Wat is de eindsnelheid? Dus met welke snelheid komt die bal uiteindelijk op de grond? Dus als hij net 1 mm boven de grond is, hoe groot is dan zijn snelheid? En de tweede vraag is, de hoek alfa met de grond, zal ik maar zeggen, of met de horizontaal. Met horizontaal. Ja, dus dat zijn twee vragen. Ik wil dus weten hoe snel komt hij eraan en onder welke hoek raakt hij de grond. Nou, laten we daar eens even naar gaan kijken. Een van de meest voorkomende vragen over de wet van behoud van energie is de volgende. Wanneer kun je die nou toepassen? Wanneer heb je daar wat aan? Nou, daar kunnen we iets over zeggen. Misschien kun je er eens even over nadenken. Wanneer zou je nou, heb je iets aan de wet van behoud van energie? Dat is best ingewikkeld, maar je kunt in elk geval één houvast heb je meestal wel. Als je twee situaties hebt, in dit geval de bal ligt hier en daarna de bal op de grond. Twee situaties. En van beide situaties heb je een aantal dingen die met iets met energie te maken hebben. Ik realiseer me dat het een beetje vaag is, maar meer concreet dan dit kun je het gewoon niet maken. Het is niet zo eenvoudig om aan te geven wanneer je nou precies iets aan de wet van behoud van energie hebt. Maar in elk geval, als je dit situatie aannoemt. En dan vervolgens ga je die bal gooien, die bal gaat natuurlijk vallen. En dan krijg ik hier situatie B. De situatie waarbij de bal de grond geraakt heeft. Nou, ik weet, van beide situaties weet ik wat. Wat weet ik daarvan? Nou, om te beginnen heb ik hier een snelheid. Snelheid doet je denken aan, precies, aan kinetische energie. Dus daar weet ik iets over energie. Hier weet ik iets van een hoogte. En waar doet hoogte je aan denken? Hoogte doet je denken aan potentiële energie, of in dit geval zwaarte-energie. Dus dat zijn twee dingen die ik al weet. Ik denk van, oké, ik heb hier misschien iets in situatie A. Heb ik misschien iets aan kinetische energie en zwaarte-energie. Mag ik die maar vast even opschrijven? Nou, wat heb ik in situatie B? Wat weet ik daarvan? De snelheid weet ik niet, hè? Dat is het probleem. Dat was juist een van de vragen. De snelheid weet ik niet. Maar wat weet ik wel? Ik weet wel dat de hoogte op dit moment 0 is. Ah, dat is ook interessant. Want als ik weet dat de hoogte 0 is, dan weet ik ook iets over de zwaarte-energie. Wat is namelijk de zwaarte-energie als de hoogte 0 is? Dan zou je dus kunnen zeggen, in situatie B, dat de zwaarte-energie, dat ik die mag verwaarlozen. Dus dan houd ik in situatie B alleen maar over kinetische energie. En ik hoop dat je nu ziet waar dit naartoe gaat. Je ziet, de wet van behoud van energie zegt dat de totale hoeveelheid energie op deze plek gelijk moet zijn aan de totale hoeveelheid energie op deze plek. En dat betekent dat we deze twee dingen aan elkaar gelijk mogen gaan stellen. Ik mag hier een plusteken zetten en ik mag hier ook een plusteken zetten en ik mag hier een gelijkteken zetten. En nu mag ik gaan invullen. Oké, kinetische energie, dat is 1/2 mv, laat ik zeggen a in het kwadraat. De snelheid op punt A. De zwaarte-energie is m keer g keer de hoogte van punt A. Precies. Oké. Okay. Zwaarte-energie in punt B. M keer g keer de hoogte in punt B. Kinetische energie in punt B. 1/2 m v b in het kwadraat. Oké. Okay. Wat valt nu onmiddellijk op? Precies. Het meest opvallende wat je nu ziet is dat je die massa's er meteen uit kunt delen. Dat is natuurlijk heel fijn. Ik heb die massa van die bal niet eens nodig. Overigens is dit iets wat alleen maar geldt
als je geen wrijving hebt? Want ik heb in dit verhaal heb ik de wrijving, de luchtwrijving, verwaarloosd. Anders zou hier namelijk ergens een term in komen die gaat over warmte. Want weet je, arbeid verricht door een wrijvingskracht levert warmte. Dan zou hier ergens warmte komen staan. Heb ik niet staan, dat betekent dat ik de wrijving verwaarloosd heb. Okay? Dan mag ik de massa's dus wegstrepen. Nou, dan hou ik eigenlijk een heel eenvoudige vergelijking over. Want die hoogte van B, die hadden we nul gesteld. Dus die hoogte, dit valt er zo helemaal uit. En dan kijken wat ik weet. Een half MVA kwadraat. Dat is dus een half keer 10 kwadraat. Plus G 9,81. Keer de hoogte bij punt A was weer 10. Is gelijk aan een half VB in het kwadraat. Kijk, dat is interessant. Want dan zie je dat je hier een hele eenvoudige vergelijking over houdt. Die twee tellen bij elkaar op. Die half werk je weg door beide kanten met 2 te vermenigvuldigen. Nee, dit keer 2 en dat keer 2. Dan hou je VB kwadraat over. En dan krijg je, als je dit helemaal netjes uitrekent, dat VB gelijk is aan 17,2 meter per seconde. En als ik het netjes met significante cijfers doe, moet ik natuurlijk zeggen 17 meter per seconde. Want tenslotte heb ik hier 2 significante cijfers. En moet ik er daar dus ook 2 overhouden. Een heel belangrijk punt. Op zich is dit een vrij eenvoudige vergelijking. Een heel belangrijk punt hierbij is. Stel je voor dat ik hier, dat ik deze 0 niet 0 genoemd had, maar 10. Dat ik zeg dat ik bijvoorbeeld op een bergje stond, 10 meter. Dan zou deze dus 20 meter geworden zijn. Zou dat iets uitgemaakt hebben voor het hele verhaal? Ik hoop dat je ziet dat dat niet zo is. Dat dat dus niets uitmaakt. Of ik dit hele boel op een bergje zet, 10 meter hoger, dat maakt dus niets uit. En dat, uiteindelijk gaat het dus over het verschil in hoogte. En dat is heel mooi, want dat betekent dat je het nulpunt van de hoogte mag je leggen waar je dat maar wilt. Dat mag je dus bijvoorbeeld, in dit geval is het gewoon handig om het hier neer te leggen, want dat betekent dat je in B geen zwaarte-energie hebt. Maar als je zegt van, ik noem dit 10 en ik noem dat 20, dan komt hier dus 10 te staan, komt hier 20 te staan, komt daar 10 te staan, maakt voor de rest van de berekening helemaal niets uit. Komt precies hetzelfde getal uit. Dus je mag dat nulpunt van die zwaarte-energie, die H is 0, die mag je zelf kiezen. Belangrijk om hiervan te weten. Oké. Okay. Naar vraag 2. Oké. Okay. In het vorige stuk hebben we gezien dat je met de wet van behoud van energie, dus door alle energieën hier te bekijken en te vergelijken met alle energieën daar, kun je uitrekenen dat de eindsnelheid in B 17 meter per seconde is. Vraag 1 is beantwoord. Vraag 2 nog niet. De vraag is, wat was de hoek alfa die hij met de grond maakte? Met andere woorden, komt hij zo aan, of komt hij zo aan, of komt hij zo aan? Wat is die hoek? Kijk, dat is een interessante vraag. Maar eerst gewoon eens even een schetsje maken. Stel je voor dat het er zo uit komt te zien. Zoiets. Dit is mijn VB. Ik mag ook zeggen V-eind. Hè? Die zijn natuurlijk hetzelfde, VB als natuurlijk V-eind. Oké. En nu is, we weten hoe groot die is. Die is 17 meter per seconde. Dat hebben we uitgerekend. Die weten we. En nou is de vraag, hoe bereken ik nou deze hoek? Die hoek alfa. Hoe kom ik daar nou achter? Wat weet ik daar nog meer over? Nou, dan moet je even heel diep gaan nadenken. Want vergeet niet, we hebben de wrijving verwaarloosd. Er is geen luchtwrijving. Ja? En kijk nou eens goed. Hier begint... Ik gooi hem horizontaal weg met een snelheid van 10 meter per seconde. En dan is de vraag, gebeurt er iets met die horizontale snelheid? En ik denk dat je ziet dat er met die horizontale snelheid niets gebeurt. Want dat zou namelijk betekenen dat er een wrijving zou moeten zijn. Waarom zou die horizontale snelheid anders veranderen? Denk, weet je nog? Things like to keep on doing what they're already doing. Als ik die bal een horizontale snelheid geef, dan moet er een kracht gaan werken om die snelheid te veranderen. Die horizontale snelheid, hè? Want wat er natuurlijk wel gebeurd is, verticaal werkt er wel een kracht. De zwaartekracht. En die zorgt ervoor dat die boel naar beneden gaat. Zeker. Maar horizontaal werken er geen krachten. Als we de wrijving verwaarlozen. Dus hij gaat horizontaal gewoon door. Wat betekent dat voor de horizontale component van de snelheid in B? Nou, die weet je natuurlijk, want die is namelijk hetzelfde. Die is ook 10 meter per seconde. De horizontale snelheid is ook 10 meter per seconde. Ik weet gewoon zeker... dat deze 10 meter per seconde is. En dat betekent als ik hier mijn rechthoekje maak, dan weet ik dus
dat deze component gelijk is aan 10 meter per seconde. Kijk, en nou wordt het interessant, want wat zie ik hier? Deze is 17 meter per seconde, die is 10 meter per seconde. En kan ik nu ook alfa uitrekenen? Ja, natuurlijk. Want als ik even nadenk dat dit de schuine zijde is, dit is tenslotte een rechthoekige driehoek, dit is de schuine zijde, dit is de aanliggende zijde, aanliggende zijde, schuine zijde, sos cas toa. Ik heb het nu over cas, dus cosinus, de cosinus van alfa is gelijk aan de aanliggende zijde gedeeld door de schuine zijde, oftewel gelijk aan 10 gedeeld door 17. Dan weet je wat de cosinus van alfa is, dan is de alfa dus gelijk aan de cosinus min 1 van 10 gedeeld door 17. En dan krijg je er uiteindelijk uit dat alfa gelijk is aan ongeveer 58 graden. En op deze manier kun je dus eerst gebruiken de wet van Boute energie, daarmee berek je de eindsnelheid. Vervolgens gebruik je eigenlijk de eerste wet van Newton om aan te tonen dat die snelheid, de horizontale snelheid hier gelijk is aan de horizontale snelheid daar. En als je die twee bij elkaar zet en je gebruikt sos cas toa, dan kun je uitrekenen wat de hoek is met de horizontaal. Horizontale worp, buitengewoon belangrijk concept, komt heel vaak voor in de praktijk en ook in je opgaves.